Ja, de Mentality Foundation opgericht door Bibio Mentel. En we zetten ons eigenlijk in voor kinderen en jongvolwassenen met een lichamelijke uitdaging. En we willen eigenlijk door middel van sport laten zien dat ze nog veel meer kunnen in het leven dan ze zelf denken. Vandaag is eigenlijk de kick-off van de Mentality Games. Dus we hebben heel veel zitskiers en mensen met een lichamelijke uitdaging die komen snowboarden. Die maken bijvoorbeeld eerst kennis met een zitski. Dat is allemaal heel spannend. En ze gaan voor het eerst weer de sneeuw in. We hebben mensen die jarenlang geskiet of gesnowboard hebben en dan door een dwarslesie of een ongeluk niet meer kunnen, denken ze. Nou, dan laten we vandaag zien dat dat wel kan en zo hopen we eigenlijk ze te enthousiasmeren voor de reis. En vandaag wordt een mooie dag met lessen en met een race die we hebben georganiseerd en hopelijk heel veel blij gezicht. Ik doe nog steeds aan topsport en ik doe aan zwemmen. Ja. En dit doe je nu voor het eerst, wat ik vandaag ga doen? Ja, dat doe ik voor het eerst. En zie je het zitten? Ja, enorm. Ik deel altijd aan skiën en snowboarden. Ik heb dan 5 jaar geleden ben ik gevallen met mountainbiken. Toen heb ik een dwarslesie opgelopen. En daarna wilde ik weer kijken wat er nog mogelijk was met mijn handicap. En eerst probeerde ik te snowboarden, dat was wat lastig, maar met skiën gaat het een stuk makkelijker. Ja, het gaat heel goed. Iedereen heeft heel erg veel zin in vandaag. De sfeer is echt helemaal goed. Je ziet alleen maar blije gezichten, glunderende mensen. Ja, daar doe je het eigenlijk voor.